Welkom bij de presentatie over mentoraat en de ondersteuning. Ik ben Lara Eijnhuis, ik ben biologiedocent sinds 4 jaar en mentor in de onderbouw in klas 1 en in klas 2. Als er gedurende deze presentatie vragen zijn, kunnen deze gesteld worden in de chat. Dan zien we dat en dan kunnen wij antwoord geven op een vraag. Nou, als mentor ben ik heel erg belangrijk. Ben ik belangrijk als spil? Wat doe ik? Ik ben het aanspreekpunt in de klas. Op het moment dat er iets aan de hand is met de leerling of de ouders hebben een vraag of er is iets, een vraag die vakdocenten hebben, dan ben ik de eerste aanspreekpunt en zal ik antwoord geven op de vragen of zal ik het probleem proberen op te lossen. Daarnaast zorg ik voor een zachte landing bij de leerlingen. En daarmee bedoel ik dat er een fijne overgang is van groep 8 naar klas 1, dat jullie als een soort in een soort van warm bed terechtkomen, waar je je thuis voelt. En daarnaast geef ik ook vaklessen. In die vaklessen geef ik biologie. Ik geef daarnaast ook vaklessen biologie. Ik geef mijn mentorklas 2 uur biologie per week. Dat maakt dus ook dat ik de klas heel erg goed ken. Ik zie ze 5 uur per week. Dat is best wel heel erg vaak. En ik ben 2 jaar lang dezelfde mentor. In klas 1 en in klas 2. In leerjaar 3 zijn er 3 mentorlessen per week, waarvan het eentje een drama-uur is. En de drama-uren worden gegeven door een andere docent. En ik ga samen met de docent in gesprek over wat ik belangrijk vind en wat jullie als leerling ook belangrijk vinden in de klas. Dus soms is het belangrijk voor de groepsvorming dat er extra aandacht aan wordt besteed. En dan worden bij de drama-lessen lessen aan besteed, wat er daar oefeningen worden daarmee gedaan. Daarnaast leer je ook bij drama jezelf presenteren. Leer je omgaan met emoties, omgaan met emoties van anderen. En dat is toch wel heel erg belangrijk, hebben we gemerkt, vooral in de coronatijd. Wat is de werkwijze die wij als mentor hanteren? Wij vinden het heel erg belangrijk dus dat je je fijn voelt in de klas. Wij als mentor doen vaak 1 keer per jaar een leuke activiteit. Ik ben zelf met mijn mentorklas dit jaar naar de tapperij geweest. We hebben met z'n allen gelezen, gamed, een patatje gegeten, bitterballen en frikandelletjes gegeten. Maar naast die leuke activiteiten en groepsvorming is het ook belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan studievaardigheden. Wij geven les in het leren leren. Je komt natuurlijk van de basisschool, heb je allerlei vakken die je nog nooit hebt gezien. Dus je krijgt biologie, je krijgt natuurscheikunde. Je krijgt Frans, dus een buitenlandse taal. Het zijn allemaal vakken die je nog nooit hebt gehad. Misschien moet je wel op een andere manier leren dan je bent gewend. En daar ondersteunen wij jou als ook in als docent. Daarnaast plannen wij ook met jou. Wij leren jou plannen. We leren jou werken met een agenda. We leren je organiseren, zodat jij het overzicht houdt. Wij gebruiken hiervoor verschillende methodes, waaronder eigen lessen, maar ook breingeheimen. Tumult en kompas. En de laatste is vooral belangrijk in de bovenbouw, richting de bovenbouw, voor je profielkeuze. Nou, het is best wel jammer dat ik jullie nu niet in het echt kan zien. Ik had jullie heel erg graag ontmoet. Nu kan dat niet, maar 17 februari kan dat wel. En dat kan door meer te doen aan de minilessen en of aan de VIP-tour. In de minilessen geven wij jou een indrukken hoe het echt aan toe gaat op de middelbare school. En tijdens de VIP-tour nemen we jou mee de school in. Laten we alle ins en outs zien van elke vleugel, van elk lokaal. Dus wil jij ook meedoen? Meld je dan aan voor de minilessen en de VIP-tour op 17 februari. En als je nog vragen hebt, dan kun je ze meer naar onderstaand adres. En dan wil ik jullie graag voorstellen aan mijn collega's die iets gaan vragen. Zijn er vragen? Ik zie een vraag over het agendagebruik. Is het agendagebruik verplicht in de onderbouw? Ja, wij vinden dat heel erg belangrijk. Dat jullie leren werken met een papieren agenda. Waarin je een goed overzicht hebt wanneer je wat moet doen. En wanneer je een toets hebt. En dan kun je goed in het voren plannen wanneer je wat moet gaan leren. Ja, ik zie net een vraag binnenkomen over de telefoons. Zijn telefoons verboden op school? Ze zijn niet verboden op school, maar ze zijn wel verboden in de vleugels en in de lokalen. Dus dat betekent dat je ze niet lokaal in mag nemen. Je mag ze niet vleugel innemen, maar ze mogen wel in de aula gebruikt worden. En we hebben in de kluisjes hebben we een oplaadpoortje. Dan kun je je telefoon opladen. Je kunt ze daar ook veilig wegstoppen.
Dus heb je daar, ja, dat is dus tot zover de telefoons. Zijn er verder nog vragen? Zie ik niet. Heeft de mentor ook contact met de basisschool? In uitzonderlijke gevallen is het soms nodig om contact op te nemen met de basisschool. Dat is soms wel bij de warme overdracht gebeurt het wel. Dus op het moment dat er belangrijke informatie moet worden gegeven aan de mentor, dan gebeurt dit voorafgaand schooljaar. Dus we hebben wel contact met de basisschool. Dat klopt, ja. Contact met ouders. Wel contacten. Hoe kunnen ouders contact opnemen met de mentor? Dat gebeurt meestal via de mail. Ouders kunnen de mentor mailen. In uitzonderlijke gevallen, mocht het echt nodig zijn, dan kunt u ook bellen. En soms zelfs WhatsAppen. Dat is afhankelijk van de mentor. Volgens mij zijn er geen vragen meer. Helemaal fijn. Nou, dan wil ik jullie graag voorstellen aan mijn collega's die jullie dat gaan uitleggen over ondersteuning die wij bieden op Twickel. Goedenavond, mijn naam is Rick Schulten en ik ben teamleider van de bovenbouw op Twickel College. Goedenavond, mijn naam is Rianne Baaiens. Ik geef Engels, ik ben mentor in de bovenbouw en ik sta hier vanavond omdat ik ook dyslexiecoördinator ben. Nou, wij gaan eigenlijk uit van basisondersteuning. Dat betekent eigenlijk dat op het moment dat de leerling het even niet zo lekker loopt, dan gaan we vanuit dat de mentor of de vakdocent dat zelf op kan lossen. Dat betekent dat hij even extra aandacht heeft binnen de les voor de leerling, of eventueel na de les, of de mentor gaat een keer in gesprek. Maar die begeleiding vindt in feite plaats gewoon in de klasse en de lessituatie. Maar het kan soms zijn dat het toch meer nodig is dan alleen maar een klein beetje aansturing van de docenten. En dan gaan we kijken of we wat aanvullend moeten doen. En dan maken we gebruik van het interne ondersteuningsteam. Je kunt het vergelijken met de IB'er van de basisschool die met je in gesprek gaat en met je ouder te kijken wat is nou precies aan de hand, wat heb je nodig. En soms doen we dan ook aanvullend onderzoek. Dat kan een psychologisch onderzoek zijn of ander onderzoek. Bijvoorbeeld dyslexie. Nou, en daarom staat mevrouw Baaiens naast mij als dyslexiecoördinator. Nou, hoe ziet het er nou uit als je dyslexie hebt? Je zult zelf vast wel weten dat als je dyslexisch bent, dat sommige dingen je dan af en toe net ietsje meer moeite kosten dan andere leerlingen. Daarom kun je bij ons op school van een aantal faciliteiten gebruik maken. Zo krijg je bijvoorbeeld bij toetsen altijd extra tijd. Zodat ook jij gewoon op je gemak de toets kan doen. En je niet de vragen af hoeft te gaan raffelen. Daarbovenop kijken we natuurlijk minder streng naar jouw spelfouten. Want ook dat kan samenhangen met dyslexie. Verder zijn er leerlingen die het prettig vinden om gebruik te maken van voorleessoftware. De voorleessoftware die wij gebruiken op school is ClaroRead. En mocht je nou merken dat het lezen bij jou toch niet zo goed gaat, dan kunnen we altijd in overleg gaan kijken of ClaroRead jou misschien uitkomst biedt. Mocht je nou een dyslexieverklaring hebben vanuit de basisschool, geef dat dan aan bij je inschrijving. Want dan kunnen wij meteen bij start gaan kijken wat jij nodig hebt en waar jij gebruik van gaat maken. Mocht je nou nog niet een dyslexieverklaring hebben, maar mocht je nou gaandeweg je schoolcarrière gaan merken dat dingen je toch wel veel moeite kosten. Vooral als je straks Frans hebt en in de tweede klas ook Duits en Engels heb je er ook nog bij. Als je merkt dat dat toch allemaal lastig is, dan kun je altijd een overleg gaan met je mentor. En samen met je mentor kun je dan met mij gaan kijken of het misschien nodig is om een dyslexie-screening af te nemen. Door middel van zo'n screening gaan wij kijken of het simpel is om inderdaad jou te laten onderzoeken op dyslexie. Nou ja, alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dan leggen we altijd vast in een handelingsplan, zodat iedereen op dezelfde manier met jouw specifieke behoeften omgaat. Maar soms is dat nog niet voldoende en is er zelfs plek buiten de klas voor extra begeleiding. En wij doen dat op de begeleide werkplek. Dat zijn dus echt voor leerlingen die echt extra begeleiding nodig hebben, meestal tijdelijk. En dat doen we in een kleine veilige setting. Het is een klein lokaal, een beetje ingericht als huiskamer, er staat een bankstel, dat zijn gewoon wat vrije opstellingen. En dan ga je dan één of enkele keren per week naartoe. Bijvoorbeeld om gewoon extra hulp te krijgen bij het plannen en het leren. Dat kan zijn extra hulp bij een specifiek vak. Maar het kan ook zijn hulp omdat je gewoon vastloopt. Dat je even rust in je hoofd nodig hebt om even een aantal keren per week gewoon tot rust te komen in het lokaal. Prikkelarm, zodat je daarna weer gewoon de les kunt hervatten. We hebben veel leerlingen die daar gebruik van maken. En je hebt daar steeds dezelfde begeleider. Dat zijn ook docenten van onze eigen school die daar begeleiden of onderwijsondersteuners. En als het nodig is, hebben we daar ook zelfs nog contact met externe partijen. Bijvoorbeeld als Mediant meewerkt of bijvoorbeeld Karakter. En er zijn psychologen of andere specialisten. Daar hebben wij overleg mee om voor jou gewoon de best passende ondersteuning te bieden
die mogelijk is. Dat is eigenlijk in het heel kort de ondersteuning die we bieden op school. Nogmaals, wat net mijn collega ook al zei van de mentorles. We zien je heel graag live, want ik vind dit maar niks, om het zomaar gezegd, om dit fysiek online te doen. We willen graag echt fysiek ontmoeten. Dat doen we op 17 februari. Via de minilessen en de VIP-tour. Schrijf je daarvoor in, want je krijgt echt een beeld van hoe is nou een echte les. Hoe ziet dat eruit in het voortgezet onderwijs? Maar ook alle andere dingen. Hoe ziet de school eruit? Hè? Dan kun je zien, proeven en ruiken naar onze school. Dan kijk ik even naar de chat of er nog vragen binnengekomen zijn. En ik zie een vraag over de screening in de onderbouw voor dyslexie. Ja, wij hebben afgesproken dat wij niet een centrale screening afnemen in de hele brugklas. Het is dus niet zo dat je als je binnenkomt meteen een dyslexietest krijgt. Wij gaan echt maatwerk bieden. We kijken naar de behoeftes van de leerlingen. En als er dan als blijkt dat jij inderdaad problemen hebt met je lezen, met je spelling, dan kun je altijd een overleg bij mij een dyslexiescreening afkomen leggen. Ja. Ik zie nog een andere vraag. Ik denk tot de aanmelding van wij zouden graag willen weten of Twikkel die ondersteuning kan bieden die mijn zoon te nodig heeft. Kunnen wij eerder overleg daarover hebben? Ja, uiteraard dat kan. Als er twijfel is of Twikkel de geschikte school is voor uw zoon of dochter, voor jou als leerling, en je wilt graag weten of wij die extra begeleiding kunnen bieden die jij nodig hebt, dan kun je contact met ons opnemen en dan gaat het ondersteuningsteam met jullie in gesprek om te kijken of wij die passende begeleiding kunnen bieden die jij nodig hebt om jouw schoolloopbaan hier natuurlijk zo succesvol mogelijk te maken. Hoe weet ik nou van welke faciliteiten ik gebruik kan maken? Nou, als jij dyslectisch bent, dan krijg je van mij een dyslexiepas. En op die dyslexiepas, daar staat jouw naam en er staat ook welke faciliteiten jij gebruikt. Zoals wat ik net al noemde, extra tijd en een andere beoordeling bij spellingsfouten. Maar daar komt dus ook op te staan of jij gebruik maakt van een laptop of van Klaviet. Naast die dyslexiepas zijn er ook nog leerlingen die een faciliteitenpas hebben. Een faciliteitenpas houdt in, je bent niet dyslectisch, maar je hebt om een andere reden, maak jij gebruik van bepaalde faciliteiten. Ze hebben bijvoorbeeld leerlingen die niet zo'n goede motoriek hebben en die om die reden toetsen op de laptop mogen maken. Of leerlingen die ADHD of een andere diagnose hebben en die daarom recht hebben op extra tijd. Dat zit allemaal op die F-pas of D-pas. En die heb je altijd bij je, zodat je altijd kunt laten zien, kijk, dit is waar ik gebruik van maak. Dan zie ik nog een vraag, wat er gebeurt op het moment dat de leerling pas, als die hier zit, langzaam en zeker toch vastloopt, hoe we daarmee omgaan. Nou, op het moment dat wij signaleren dat het niet goed gaat met de leerling, we hebben standaard per jaar leerlingbesprekingen, waar we alle leerlingen bespreken, waar we zorg nodig hebben. En de mentor kan de leerling ook inbrengen. En als we merken dat de zorg erg groot is, dan wordt het ondersteuningsteam tussentijds ingevlogen, om te kijken of we extra ondersteuning kunnen en moeten bieden en wat nodig is om jou als leerling zo goed mogelijk verder te helpen. Dus dat kan het hele schoolloopbaan door, dat kan nog geen 6-ateneum zijn. We zien bijvoorbeeld nu de examens komen in de bovenbouw, dat de stress neemt toe bij leerlingen. We bieden dan bijvoorbeeld stresstrainingen aan. Dat zijn allemaal dingen die komen gedurende de schoolloopbaan, komen die in één keer naar voren. En soms zijn er gewoon dingen waar je leerling niks aan kunt doen die overkomen, maar die heel veel impact hebben over hoe je in je vel zit. En waarbij we toch tussentijds moeten kijken van moeten we even pas de plaats maken, moeten we wat extra's doen. Dus gedurende de hele schoolloopbaan kun je ondersteuning krijgen. We doen dat wat jij nodig hebt. En volgens mij zijn dat, dat zie ik nog een herhaling van de vraag. Ja. Dus wij hopen dat we hiermee de vraag hebben kunnen beantwoorden. Nogmaals, 17 februari zien we jullie heel graag live. En wil ik vast bedanken voor jullie interesse voor nu. En over 1 minuut herhalen we deze presentatie nog een keer over mentoraat en ondersteuning. Dus ben je later ingeschakeld, volg je gewoon nog een keer. Ja. Dankjewel. Fijn dat je er was. En tot snel. Hoi. Doeg.